Of geworstelers. Ja, maar van Lasse. Zo moet dat. Oh, het is echt veel te lang geleden. Ja, leuk toch? Het is wel de kortere Ultimate Park. Het is niet, niet met die herpit, maar die. Nee. De iets kortere variant. Niet de allerkortste, maar de iets kortere. Eens kijken hoe dat gaat met zo'n ding. Ja, als je die Megans gewend zet, is dit gewoon rager, nee. Het is gewoon. Ja, maar ik heb met settings zitten klooien. En ik wil waarschijnlijk eens op dingen gaan rijden. Op, hoe heet dit? Op Loose. Loose, ik wil ook op Loose rijden vandaag trouwens. Nou, dat maakt bij die Clio niet veel uit. Maar jawel, gewoon voor het idee. Sommige dingen veranderen bij 65-40 was het, hè? René die aan zijn instellingen zit klooien. 65-40. Oh, je staat hier al op. Ready. En het is manual pit en zo van alles, hè? Dus let op dat je pit limit eraan zet en zo. Ja, het schade, ja. The pit exit is clear. Push now. It's all right, Mark. We've got 9 minutes to get a decent lap in. Mm-hmm. Your brakes are cold. Be careful. Ik kan op tijd met dezelfde settings heb ik weer al de clear. Ja. 65-40. Ik zit al. Left side. Clear left. Pits van 3, dat hoeft niet, hè? Jawel. Oh wel. Ja, bij qualifying hoeft het nog niet, maar. Damage repair, daar ben je niet aan, of wel? Een beetje. Al geen fuel erbij, want dat is die voor het setup, toch? Ja. Oké, ja. Die had ik in eerste moeten doen. Rembalans, laat ik 46 eens proberen. YOLO. Ja, die kon wel hebben, geloof ik, hè, die clear. Oh ja, die Clio rijdt leuk. Maar dit is niet snel wat ik het doe, maar het is wel leuk. En goed voor de bandjes warm te krijgen. Mijn doel vandaag, voor Mark eindigen. Oh mijn god. Leg de lat ook niet echt hoog, hè? Nee. Daarom, anders worden we alleen maar weer teleurgesteld, hè? Plap, ik ben disqualified. Disqualified? Wat heb je gedaan? Voilà. Speeding in de pitlane. Oh boy. Sorry. Mooi de vannacht beginnen, jongen. En dan moeten we opnieuw starten. Gezellig. Dan is wel heel lullig, hè? Oh ja. Sorry. Exit. Nee, dan is, ja, exit, dan starten we gewoon een nieuwe. Ja, echt waar? Ja. Kan ik mooi het geluid even aanpassen? Oh, oké. Okay. Doe maar één keer, hè? Create online event. Ik ben hier aan het opnemen en alles. Hoe duur dan allemaal is dat opnemen? Hoeveel videocassette dat wel niet kost? Ja, precies dat. Audio. Invite. Ik heb nog eens even gekeken, invite. Trouwens. Al mijn filmpjes van Project Cars 2 is al 2,6 terabyte samen. Rookie nummers, mijn pornofolder is groter. En ik kijk er geen één. Ze staan op YouTube, dus waarom zouden ze bewaren? Ze staan niet allemaal op YouTube, ik bewaar ze niet just, altijd. Ja. Allee, ik zet ze niet altijd op YouTube. Ze zijn niet altijd voor publicatie. Nee, dat klopt. Vatbaar, dat klopt. Wacht even tot Peter Groen is en dan yes. Ja, en jullie gaan met die pijl ook op. Doen we nog een keer en let op de pitlimit daar, jongens. Yes. Oh my god. Oh, wat heb ik dit gemist. Oh, ik ruik ze dan ook, hè. Oh. Nou, ik vind het wel fijn om weer even niet Engels te praten, want ik praat de hele dag al op mijn werk Engels en dan ook nog eens 's avonds voor de ontspanning. Oh, dat was Engels? Is dit ontspanning? Ja, dit is ontspanning. Dit is keihard werken. Ja, voor jullie. Allee, dat ben je ook. Met een bumper. Hey, Cliff staat stil, of niet? Oh nee. Nee, die rijdt voorop, toch? Ja, 46 werkt ook net wel oké. We've got 9 minutes to set a lap. Your brake temperatures are low. We need to get some heat into them. Thank you.
On your left. Hold your line. Clear left. Maar die rijdt wel prima met koude banden zo. Ja. Zeker als je die begaan gewend bent. Ja. Dan rijdt dit best goed. Ik moet alleen een beetje op de motor damage gaan letten, denk ik. Dan staat Cliff wel stil, ja. Ah nee, daar rijdt hem weer. Oh, de bandjes beginnen al warm te worden. Remmen ook? Niet allemaal. Graag met die hand. Ik zei ook altijd over Marks. Ik heb ook wat bedoelen. Mooi. Ja, gisteren had ze niet veel te zeggen, Mark. Oké. Kijk en dan val ik tegen de vanghengen. Wat een rotsmel. Ik heb wel het gevoel dat ik te voorzichtig rijd naar die Megane. Ja, die remt veel vroeger. Die remt niet nodig. Maar dit ding is twee keer zo licht, hè? Ja, en heeft tenminste niet zoveel power dat je ook dood wil maken als je op het gas doet. Dat had beter gekund. Wat ik net deed in een kusje. Oeh, invalid. Oh, toch niet. Ah, misschien wel. We zullen het wel zien. Maar ik heb een keer de versnelling, kom maar kleven. Oh, 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 nee, ik vind allemaal niks aan Louis, hoor. Dit rijdt toch prima? Nou. Oh, dan gooit hij meteen zijn kolom dan, man. Ja, dat is toch leuk? Nee, dat is niet snel. De markt moet hem ergens zien. Wat godverdomme! Dat is te gemakkelijke werk. Net ja, zoals je moeder, ja. Ik heb een paar paaltjes te pakken. De leader has just done a 136.23. Ik heb nog niet alle paaltjes gedaan, maar... B6. Laat afleiden door zijn stokmicrofoon. Nou, dat scheelt natuurlijk. Okay, Mark. 5 minutes to go. 5 minutes left. Er zit er veel meer in. Echt veel meer. Sector 2 is 2.1 off the pace. The leader has just done a 135.92. Fastest lap for Cliff, 135.26. Oh, René, jongen. Stop voor de lak. 3 milliseconden had ik even die snelste tijd en dan haalt René hem alweer. Wow. Even afkomen. Het zit wel dicht bij elkaar in de top 4. Zo. Nice.
Ik denk dat René wel gelijk heeft op de loose setup met deze auto. Zijn kont gooit heel graag om. Ja, ik begin hem een beetje in de gaten te krijgen hoe je moet rijden dan. Maar nog niet helemaal hoor. Oeh, wie spint daar? Cliff. Dat was ik denk ik. Oh nee, dat was Cliff, die ik zag. En jij ook, ja. Ik denk er aan schades te danen, jongens. Sector 1 is 2.4, off the pace. Goed dat ik het zeg, dat was ik even vergeten. Allee jong, come on. Is just done a 135.41. Sector 2 is 1.8 seconds René. Off the pace. Ik denk dat ik even ga uitloggen en ook. Nou, ik begin nou in de gaten te hebben wie je moet hebben. Deze. You're out of track. Tijd tegen mij te sturen. Veel vroeger. Nee, veel vroeger de rem loslaten. Je mag absoluut niet insturen met de rem ingedrukt, want dat gaat mis. Oké. Super, ik had 16e te pakken in de eerste bocht. Alleen in 7th position. Good luck. That's your best in the session. Sector 3 is 2.6. Off the pace. Dus dan missen we eigenlijk alleen Luc en Erik een beetje. Marshall. Marshall heb ik al. Just 2 minutes left. Ja, 2 minutes to go. Volgens mij dus. Wie is Marshall? Waar was het? 2.1 seconds off the pace. Ja, MOP. Zoiets was het, ja. Is er een verplichte pitstop? Nee, hè? Nee. Wel penalty of wel schade aan. Schade en banden en afstoppen zo wel. Ja. Het zijn eigenlijk gewoon de oude herzettings. Behalve de pitstop. Is een race korter dan 40 minuten dus. Oh ja. Ah, is dat een regel? Of niet? Ja. Sector 2 is 1.7 off the pace. Nou, nog één poging. Oh nee, sorry. Ik zag het live misgaan, nice. Zo, die is kapot. Die was Mark weer zeker, of niet? Nee, niks te man! Nee, dat was ik. Een tip, op het moment dat je gespind bent, stil blijven staan. Dat is een truc die ik ook geleerd heb. En als je gaat bewegen, dan wordt het alleen nog maar lastiger. Ja. Good lap, that's your quickest today. Your last lap time was 141.74. Dit is voor de volgende dag. Weet u ook van spelletjes houdt? Ja, laat maar schrijven. Juist, ik hoef het zelfs niet te zeggen. Weet je waar ik aan zit te denken? Hè? Stel nou dat nou met loose rijden en zo, dat best wel te doen valt en je raakt eraan gewend. Zou het dan zo eens kunnen dat die andere klasses misschien met loose ook veel sneller zijn? Precies, ja, dat heb je anders zeggen. Volgens mij scheelt heel veel per auto hoor. Ik heb wel GT3 ook veel uitgeprobeerd hoor. Ja, ik ook, maar ik kon er nooit aan wennen. En ik merk dat de rijstijl is totaal anders en daar moet je even op schakelen zeg maar. Ik hou het bij stable. In ieder geval in de Clio. Ik heb vroeger alles op loose gereden. En dat was, ik merkte wel dat ik met stable consistenter was, maar met loose was ik wel met flitsen sneller. Ik ook. Ik ben met stable stukken sneller. Ja, de truc is loose onder controle houden. Maar het scheelt per track meer, heb ik het idee. Gewoon stable, René. Nee, ik hou loose aan. Nu. Ja, ik zie het. Ik ga het proberen met loose. Was geen succes in de qualifying net, want af en toe was je echt heel tail happy, ja. Ben je nou sneller? Gadverdamme. Ja, en hoe? En hoe?
daarom rij ik daar. Ja. Moet jij vooral loose rijden, jongen? Ja, ga lekker loose rijden, jongen. Die heeft volgens mij heeft die gewoon weer ergens een stuk van het circuit afgestoken. Gewoon, hey Mark, is het sneller dan Gerald, jongen? Hij is... Minder? Ja. Oh, dat doen we wegen mee. 1/10, bijna 2. Allee, applausje voor Mark. Mooi lijkt weer. Ja, Cliff, voor ja, lang niet gereden hebben, inderdaad. Heel een tijd niet gereden, een mooie tijd, hoor. Nooit. Precies. Maar het is wel te zien dat de drie die vaak geoefend hebben de voorbije tijd wel bovenaf. Dat is de end of the session, please. Ja, het scheelt niet zoveel, hè, van mij kan op zo'n clip. Juist, Mark heeft er een. Ja, ik zou wel, maar of ik heb geen goesting. Loose, Twistrad die op repair zat, jongens. Mooi, ja. Wacht even, repair, full repair. Okay. Want dat gaat misschien wel nodig zijn hier. En dan nog even kijken zit wat... Zit 1, 2, 3 onbekenden bij. Oh fuck, die net nog plek 3 gereden. De Moles. De Moles, even kijken. Bedura database. Site is niet bereikbaar. Oh. Zeker wel. Dan ligt dat aan mijn link. http://pensacola.dukdns.org. Ja. Op de HTTP-poort zou je dit moeten doen. Want die NAS is al jaren niet meer opnieuw opgestart ondertussen. Had ik nog een andere link? Ja, D-Link DDNS doet het niet meer. Org, 13.3 of 13.7. Nee, gewoon de 80-poort. Oh, dan. Gewoon HTTP, nou ja. Huppa, zo haal die poort weg en dan doet hij het. We hebben toch nog wel even, hè? Een minuutje. Scheiße. Ik weet niet of we deze ooit met de Clio Cup hebben gedaan, ik denk het niet. Ik heb hem wel al eens gereden, maar dat was met... Ja, met die Formule Rookie was daar hebben we die eens gedaan, ja. Ja. Nog 40 seconden, Peter. Nou, ik... ik weet niet wat er is, maar ik ben ready. 15. Let's do this shit. Let's get on with this. Okay, Mark, be ready. Iets minder agressieve rem dan Lance. 48. 21 liter aan boord. Go, go, go! Oh, ik stal hem. En hoe? Oh. Even eraan denken dat dit niet voor speed is, Mark. Goed klimmen. Oh, van plek 4 naar plek 6, man. Ik schaam. Left side. Still there. Clear left. Niet zo vroeg remmen en mietjes. Gas scheren. Daar ga ik. Allee, de eerste mooi, bocht, tweede mooi. Bocht ga ik al. Godverdomme man. Clear left. Ik kan niet presteren onder drukken. Oh, ik kom nog net uit de cliff houden. Oh. Allee joh! Oeh, gewoon naast blijven zitten hier. Hard, ik zit al op de rechterkant van de baan en probeert iemand er rechts dan nog naast te duwen. Oh, 18 front damage, dammit. Oh. Tja, daar ga ik toch niet voor naar binnen. Kom Peter aanhaken. Ja, hij rijdt er goed vandoor die kleer. P8, what's going on mate? Ik dank je, ik zei het even. Daar komt die herpin. Oh. Daar kom maar Cliff. Er zat twee strijden om mijn been. Nou, ik moest Cliff even voorlaten, want ik had niet gedacht dat hij zo vroeg zou remmen. Oh,
behind pit in now. You're locking your rears into island hairpin. Hey, Hamilton rijdt voor me. Potverdomme. Ja, had ik niet gedacht, hè, jong. Dan ga ik even bump draften. Oh nee, Peter! Oh. Man. Ja, dat kan die Clio kan bij hebben, man. Ja, maar waarom doe je dat altijd bij mij? Doe dat eens bij iemand anders. Ja, maar ik kan daar veel harder doorheen, man. Nee, ik zeg dat ik rijd loose, hè. Oh. The leader has just done a 134.82. Oh, Cliff, dat is een mooie tijd, jongen. Cliff, rijd door. Oeh, Cliff. Is hij op het gras? Ja. Ah, krijg ik een tik van die moos. Godverdomme. Je zit nog naast je, Peter, let op. Oh, die kerel komt net uit de pit, die er naast had geduwd. Probeert er nou mij vanaf te rijden, godverdomme. Goed fuel. Oh, wat was dat weer met die randoms, hè? Juist. Volgende keer ook gewoon, als we met zoveel man zijn, gewoon een passeur erin gooien. Als we met zessen zijn, is dat mooi zat. That's a new fastest lap for Moz, 34.46. Okay, Mark, 10 minutes to go. That's 10 minutes left. To 11 seconds. That lap time was 140.88. There's an incident in Cascades. It looks like it's Garcia. The car in front is Garcia. Ole, 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 ole. That might be outside track limits. Nou, is ook geen makkelijke trek om in te halen, dit. Dat is waar. Ja. Ik begin de loose setup door te krijgen, denk ik. Nou, René ook, toch? Hij rijdt op kop. Has just done a 134.30. New fastest lap for Moz, 134.28. P7. Maar René wist het best hoe dat ik een marshmallows moest klaarmaken. Of hoe zat het ook alweer? Sneller als in de qualifying.
Maar dat moet ook wel, zeg René Vogel. Ah, weer eens op twee wielen gereden, heerlijk. The gap in front is now 9.0 seconds. Cliff, 4 seconden penalty. That's your quickest lap. Daar gaat het 2 plekken kosten zo. Ja. Ik ben aan het klooien. That's 5 minutes to go, 5 minutes. Ah, shit. Close racing. That's your best lap in this session. Seconds. Nice, Cliff. Mooi, man. Heerlijk, hè? Vier man zo bij elkaar. Ik op een afstandje, een klein beetje. Gaaf. Dit is leuk. Wat samme mos, let eens op man. Blok. 15 seconden voor mij, 15 seconden achter mij. Saaie race hoor. Ja, zo wel ja. Nou, hier niet. ...34.7 potential, maar that's it.
in de loose setup kunnen we ook gewoon laten glijden zonder te remmen. To go, 2 minutes. Ah, oh, shit. Ja, kom op, voorbij, jongen. Ah, zonde, man. Zonde. Wat gebeurde er? Nee, weet ik niet. Ik probeerde binnen door te gaan en opeens kwam ik te dicht bij Cliff. En ik stuurde naar rechts en toen raakte ik volgens mij de zijkant of zo. Kijk. Ja, het leek net of je tegen die betonnen pilaar ja. Opreed. Je lap times are improving, this is good. Used half your fuel. Nee, dat haal ik niet meer aan. Ik heb te veel tijd verloren, 8 seconden. Dat is eigenlijk stom, man. Waarom heb ik dat risico ook genomen? Ja, 2 man op je bumper. Nee, maar ja, Cliff had 4 seconden, nou 5 seconden. Dus ik had gewoon eigenlijk erachter moeten blijven hangen. Dat was het veiligste geweest. Nee, die mos, man. Nou, dat ga ik net niet redden, denk ik, om die mos voorbij te komen. Nou, dat was leuk, zeg. Goed gedaan, Cliff. Netjes, Cliff. Super gereden, man. Ja, mooi. Allee, laatste rondje nog een 34-8. Met 18 front damage, dus... kan ik mee leven. Oh, ik had 14 front damage, 2 motorschade. Dit was fun, man. Ja, zeker. Ja, het was alleen die kerel die er mij afduwde. Ja, van de penalties, Cliff. Ja, inderdaad. Maar zonder dat ik er in de eerste ronde afgeduwd werd. Ja, dat is altijd balen. En zonder René van jouw fout, anders had je er ook nog voor gezeten, denk ik. Yep. Ja, nou ja, goed. Shit happens, hè. Shit happens. Zo, ik ga heel even een drankje halen. En nu? Japan? Silverstone? Imola? Nou zeg maar, mij mag niet uit. 33-4 man. Eens even kijken. Sakito. Zullen we die maar ongelijk doen? Sakito. En dan was het... Sakito National was het, hè? Ja, klopt wel. Is dat met dat heuveltje naar beneden?
Sakito International is het. Zoeken we even op. Kijk, Clio Cup. Sakito. Ben ik toch... Ik denk International. 4 punten gestegen. Olé, hola. Ja, de International is het. Doe me dan, had ik die tweede bocht te goed gepakt, dan had ik nog 8 seconden gewonnen. Ja jong, als, hè. Altijd je stress in het begin met je start. Godverdomme, ze pro. Je moet daar niet zo voor stressen, jongen. Ja? Ja. Altijd. Relax. Dat is meneer Klaas voor u, hè. Zo spreekt je mij aan, weet je wel. Relax. Het leven is te kort, yes. Mark. Vote to start. Ja. Oké. Okay. Ah, dat was fun, man. Heb ik gemist, hoor, de Clio, met bedoelen. Ja, de Clio is gewoon ragen, jongen. Dat komt allemaal niet zo nauw. Dus nee. Zoals met Porsche, maar ragen, dat komt echt niet zo nauw. Ja, daarom dat ze zo vaak klaar. Ik heb 2-3 keer gehad, denk ik zelfs, dat ik dacht, ik ben hem compleet kwijt. Maar toch niet. Ik ga eens, zou ik nou de stable setup proberen hier? Nee. Zou ik niet doen, ik zou echt niet doen. Nee. Ik ga gewoon loose blijven rijden. Ja, ik ga het ook gewoon doen. Ik blijf YOLO, gewoon nee. Dat ja, ging zo niet zo verkeerd, toch? Nee, ik ging niet fout. Oh, het is naar links, meneer, sorry. Ja, daar ziet iemand hoe dat hij wijst. Dat ben je heel stoer bezig, als hij naar links wijst. Oké, Mark. We've got 9 minutes to get the job done. Pit limit there. We need to get some heat into these brakes. Oh, dat is een leuke track. Het idee van deze track was dat Luc dan ook mee zou doen, als die tijd had. En mijn Luc moest werken, dus... Ja, werken. Maar hij zou jammer tot 10 uur of zoiets, ja. Werken. Ja, hij zegt werken, maar eigenlijk is het op zijn stoel zitten, naar 7 computerschermen te kijken en fantaseren. Dat. Angelina Jolie, dus ja. En Paul Zema natuurlijk. Kun je eens maar aan de kant met die rammelbak? Hoezo, Sebs? Ik denk dat ik nu al aan de kant moet, want ik zie je nu al aankomen. Kom maar, Kev. Oh, nee, kom, dat is hier het fietspad, waar Mark. Waar is hij dan? Oh, die is zo leuk, hè. Ik haat deze bocht zo erg. Ik had die gemist. Maar Peter, ik heb je ook gemist, hè. Ja, ik jou ook, man. With every bullet so far. En voor de rest is het hier best een gezellig club. Bochten zijn wel lastig in de loose, hoor, nee? Fucko, wow. Sorry. Oh, ik denk, die ramt hem al vol van achteruit in. Net zoals bij... Allee, maar ik hou op. God. Overdrijf anders is een beetje. Oh. Niet, nou, elke bocht is hier zo moeilijk. Ja, dat is wel leuk. Hoe gaat dat ding naartoe? Kom maar, Cliff, want je bent weer sneller dan mij. Een beetje afstand. Nee, ik weet niet, met dat glooiende gedoe of dat loose geweldig is. Nee, vooral het laatste stukje. Hele korte bochten zijn. Rook gedaan. Allee, jong. Sorry. Dat was ik niet. Wie was dat? Circa, weet ik wie dat het is. Allee, eerste niet of wat. Oké, is ronde. Kijken wat hij doet. Allee, tweede poging, want... Ja, pol op de pole position. Right side. Hold your line, play right. The leader has just done a 1:14.22. The guy in front has just done a 1:17.00. Mm,
Nee, beter, beter. Dat was iets too much. Toch al komt ze sneller als mijn vorige ronde, dat is knap. Maar, ja. En geen penalty of zo. Snel rondreugen, nee. Ja, ik ook. Ja, maar nou niet meer. Oh, ik reed een seconde in het groen. Godverdomme. Ik heb 2, 3. Ja, dat gaat weer wel af. Ik 8 seconden. 3,5. You're outside track limits there. That's a new fastest lap for Cliff. 113.22. Oh, the leader has just done 113.04. Nog wat vinden. Maar dat kan wel in die eerste bocht, die ging nog 6 in meter. Sector 3 is 2.3 off the pace. Om 3 tienden te pakken. Nee, het ging mis. Je turnt de pitbox. Oh, Cliff zit er dichtbij. Mm-hmm. Be right back. Ik bedoel, ik ga even langs Marik's moeder. Sector 1 is 1.5 seconds. Hey, go for fuck, kom hè! 5 minutes to go, 5 minutes left. Je moet mij niet nadoen, Marik. Ja, nee, dat was eigenlijk niet de bedoeling. Ik zag u daar staan. Marik, pas op, pas op. Ik sta rechts, ik sta rechts. Nee, dat blijft dan ook rechts. Gewoon banden jullie. Ik blijf rechts! Ik ben hier rechts! Clear left. Goddammit! Car left. Moet dat zo die bocht? Ja. Clear left. Fastest nee, lap dat moet helemaal Cliff, niet. Maar... 112, okay. 0.76. The leader's just done it. 112.36. Peter en René niet volgen vanavond. Oké. Okay. Brake temperatures are okay. Suspension damage. Moet je zo wennen, hè? Hij komt die 18e die ga ik niet halen. Geloof ik nooit. The guy ahead has just posted a 116.06, 7th position. Just done it. 111.51. Nee. Jezus, die gaat zo snel. Sector 2 is 3.4 seconds off the pace. Ik kan nog wel 18e vinden, maar geen 1.6 seconden, man. Kom op. The car ahead has just done it. 114.62. Maar kunnen tegen de moeder zeggen dat het me spijt dat ze vlug was, maar we moeten zelfs verder doen. So far. Sector 3 is 1.7 off the pace. En die kop tegen de deur, Mark. Boing. You're out of track limits there. The guy ahead has just done. Gelukkig komt dit gewoon niet live. Nee, niet live. Nee, niet live. Nee, gelukkig niet. Oh. Ik ben 2 seconden trager dan Peter. Sector 1 is. Maar daar ga ik weer, godverdomme. Wat moet ik hier toch doen? Doe je kan er blijven rijden. Dat helpt, dat schijnt. Dat gaat hem niet meer horen. That's 2 minutes left. 2 minutes. Dat gaat wel worden, service. Man. Maar nee,
Als ik dat kan, dan kun jij dat ook, Mark. Ah, ik zou voor geschakeld. You've used half your fuel. Out of 5, man. Sector 1 is 2.1 seconds off the pace. The car ahead has just done it, 116.07. Nee, was er niet meer in. Ik denk wel door de suspension damage loopt die bocht naar beneden voor geen meter meer. Zonder suspension damage ook niet. Oh, dat kost de tijd, Mark. De links, rechts sturen. Oh. Dat kost de tijd. Dat moet je niet doen. Pit, oplaan. Nee, man. 2 seconden, echt niet. Maar Cliff en Peter zitten ook dicht bij elkaar. Ja, mooi kijk hier. Dat is last. En dat zonder stuur, toch? Hij had geen stuur meer. Ik heb geen idee of Cliff zijn stuur weer... Ik heb zijn foto's toch geen stuur. Nee, dat klopt. Zou je echt met controle gaan spelen zijn nu? Ja, dat leek wel op zijn foto. Cliff, wat doe je ermee aan? Ja, met controle zegt hij. God, Cliff, ook wel. En ik bedenk dat jij niet hoeft dat. Ja, die Martin die meereed en die mee kan, die reed ook met controle, hè? Niet normaal. Ah, kijk, even tips, Mark. Ah, kan dat nou? Shit, nog 16, hè? Godverdomme. En daar zeg ik nog. Leven haal ik nog 2,2 seconden en nooit. Jongens. Wat zegt Cliff? Controller settings. Hij heeft die gepost. Ja, dat kan ik nu niet nakijken, maar dat is wel voor de volgende keer. Dank u, Cliff. We kunnen een keer gaan oefenen. Ja, want ja, ik heb deze week vakantie, dus wat moet een mens anders doen, hè? Heb jij vakantie? De hele godganse week. En ik maar doen alsof ik moet werken. Ja, me too. Ik denk als iedereen met de kerst mijn vakantie neemt, dan kunnen we allemaal de bomen in, doe ik. Dat heb ik nog nooit gedaan, by the way. Maar ja, ik had er zoveel over van vorig jaar ook. Want ja, toen wou ik eigenlijk geen vakantie nemen. Want je kunt toch geen knijt doen behalve racen? En Tomb Raider spelen, en Mortal Kombat spelen, en GTA spelen, en... In mijn eentje. Vrijdag gamen? Ja. Uiteraard. Luc, je hebt gezegd dat hij Mortal Kombat had geoefend, hè? Dus. Ja, maar ja, dat kun je toch niet oefenen. Ik versla jullie af met Button Mashing. Hey, wacht maar. King Kodiak? Nee, niet King Kodiak. Nee. Green. Wie is King Kodiak? Oh, ik stol. Ja, dat is een van die AOR-mannen. Van een paar seizoenen terug die kei goed was. Hey. Oh. Oh, Cliff en Peter. Ik ga hier gewoon, Cliff. Nou, het zal zo'n controle zijn, man. Dit gaat chaos worden, deze box, meteen. Let op. Oh ja, dat is juist. Het valt goed mee. Oh, rembalans aanpassen.
Oh! Car right, clear right. En ik zit op mijn 9 front damage natuurlijk. Oh, ik heb al 2 seconden aan mijn broek. Lekker. Gaat goed. Gerald, je zit in mijne, jongen. Kom hem maar halen. Hard. Eighth place. Risico zeg, die jurker. Was ook niet zo slim. Ik heb hem even een tik gegeven. Was niet per expres, maar hij weet dat ik eruit. Eerste seconde penalty. Maar oh, ik heb er ook al 2 in mijn broek, hè. Zo hoog. De leader is just done a 113.62. Dat is beter. Dat ga ik weer. Ik mag niet. Ah, fuck, rotspel. Ja, nu zit ik vast. Hoppakee, laatste. Godverdomme! Sorry. Nou zitten de mijnen, jongen. Nou zitten de mijnen. Het is just done at 112.14. Pick a side. Pick a side. Seconden, dat is precies wat er moest. Oh, oh, die is op mijn truine baan op komen rijden, gek! Sorry. You run in last. Ik kom te vaak voor mijn neus vloed de baan erop. Dacht dat je al voorbij was. Nee, 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 zo snel ben ik ook weer niet. About 5.3. Oh, alleen maar, ik leer het. Dat kan toch niet? Dat kan toch niet? Godverdomme, man! De leader is just done at 111.93. You got 10 minutes left. 10 minutes to go. 13.7 staan. Kan ik allemaal leven. Dat ben ik nog op de jaar. Dat is niet goed. Juist
Ja, dat is het maximaal haalbare, weet ik. Nee. Halfway home, we've got plenty of fuel. Is hij alles goed bezig? Ja, het loopt wel. Hey, maar dat was niet de bedoeling. Nee, goed bezig, jongen.
Sector 1 is 1.5 seconds off the pace. Sector 2 is 3.7 off the pace. Sector 3 is 1.3 seconds off the pace. Blue flag. Right side. Clear right. Looks like that was outside track limits. Flag. Blue flag. More slips in the mark. On your left. Clear left. Nee, dit is het niet. Be outside track limits. Okay, Mark, you've got half your fuel left. Not baarlijk van de 2 seconden. Blue flag. Left side. Clear left. Oh, hij heeft 3 seconden. Altijd plagen, Mark. Altijd plagen. Ja, dus... Sorry. Last lap. Oh, hij heeft 3 seconden penalty. Dit is spannend bij Peter. Oh, hij geeft licht helemaal af. Sorry. Beter vermaak. Dan kan ik rustig. Heet vermaak is het beste vermaak. Best waar. Toch, heeft hij weinig snelheid voor. Nou, dat was totaal onverwacht. Die gast hier reed 5 seconden voor me.
gedaan was, cool. Captain, okay, it's over. Bloody awful result, mate. Goed bezig, ja. Goed bezig, man. Kijk, op dat was niet de bedoeling. Cliff voorbij. Kijk me leven, kijk me leven. Maar godverdomme! Wie knapt mij daarom weg? Wie was dat? Volgens mij was dat die, jouw controlergenoot, geloof ik. God, daar werd Cliff! Kijk, hoppa. Ah. Ik heb al 5 punten gewonnen vandaag, ergens, per ongeluk. Oh, ik maar 3. Ah, dat was lekker. Ontjetst. Ontjetst. Imola of Silverstone, dat waren de keuzes geloof ik nog. Oh ja, National hè. Ja, Silverstone is goed. Ja? Ja. Zo, Silverstone National. Nou, oh, ik kan nog steeds meer meedoen joh. Ja, jongen, we beginnen langzaam met namen op te bouwen. Oh boy. Ja, heel veel zien Bidura wel regelmatig voorbij komen in die oude discussies. Bidura boys. Ik ga gewoon voor de starten. Inderdaad, ja. De Bedure Boys. Ja, die hebben een aparte chat en die zijn met strategieën bezig. Natuurlijk. Met Pools en moeder zijn ze bezig, ja. Oh, dat was zo grappig toen de Tommy dat zei. Ja, die zullen vast wel met strategieën bezig zijn. Ja, natuurlijk. Zo zijn wij. Oh, shit. Zijn verklaring dat we voor hem rijden waarschijnlijk. Ja, als dat hij niet goed hebben hoor. Hij geeft een duimbreed toe hoor, als hij voor me zit. Nee. Lea Tommig is wat dat betreft al grappig, ja. Ja. Goeie gast. Ja, dat zeker. Oh, daar zitten wat trage mensen bij. Blue setup, René. Nope. YOLO. Ja, ik ook met de loose setup. Kijken wat hij doet. Zo. Nou, René gewoon in de pitstraat, man. Ga je gang. Wat was dat nou? Nee, ik was even kijken. Ik vond het raar dat mijn stuuruitslag zo kort was. Hou kunt. We need to get some heat into them. 48 breek bij ons. Hoe is het even een pit exit? On your left. Still there. Clear left. Oh ja, deze. Volgens mij hebben we die ook met... Ja, volgens mij hebben we die nog eens een keer op Clio Cup gedaan, hoor, maar ik ben hier zo slecht in. Oei, Cliff left. Serieus? Ja. Oh, gooi je kaas gekrijst ofzo. Oh, gekrijst. PC is al nog niet gewend. Racen, hè? Zo lang geleden. Oh, veel. Ah, nee, dat moet je dus niet doen. Oh, 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 wat stom. Wat gebeurt? Ja, stom. Was, dat is met Loes wel een nadeel. Als je net onder een hoek zit en je remt, ben je kwijt. Car left, clear left. Ze moet echt helemaal recht staan. Just done a 105.94.
B4. Mooie tijd, erop. Amai, ja. Chic. You're 2/10 off the pace in sector 1. Failure of epic proportions. Sector 2 is 0.7 off the pace. The leader has just done a 105.37. Sector 3 is 0.7 off the pace. The car in front has just done a 106.04. Alright, Mark, you've got 10 minutes of fuel remaining. Sector 1 is 0.6 off the pace. Your brake temperatures look good. Hey, Mark die gooit met pionnen. Ikke? Ja, kwam alleen een pion. The guy behind has just done a 106.93. Sector 2 is 0.7 off the pace. On your right. Clear right. Oké. This lap won't count. You've cut the track. Iets te kort genomen, dus kan deze en de volgende town alweer niet. Dit wordt mijn laatste qualifying rondje, want het lukt voor geen meter dit circuit. Net als altijd. P11. Five minutes remaining, 5 minutes left. Car right. Clear right. Silverstone National 1039 is het tot nu toe, van Luc. Dus dat ga ik vandaag niet verbreken. Oeps. Zonde. Sector 1 is 1.3 seconds off the pace. The leader's just done a 104.38. Half je fuel. Oh, nog geen tiende Peter. Dan nog op plek 3. Oh, dat is cool. Sector 3 is 1.3 off the pace. En de eerste bocht loopt voor een meter, dus wat dat betreft zit er nogal wat in. You're a second off the pace in sector 1. Godverdomme, doe ik het weer, hè.
ging ook alweer Paul. Doe het niet, Jeroen. Doe het niet. Doe het niet, Jeroen. Nee. Niet doen, Jeroen. Jeroen toch? Je kunt je verstaan, Jeroen. On 5. Schitterend. Oeh, 3 tienden. Dat is mooi. Die Ken Kodiak, hè? Is dat niet diegene die altijd dat commentaar geeft? Ja, maar die heeft zelf ook ooit meegereden met tier 1 op GT3. Paar, ja, dus 2 minutes left. Two minutes. Dus die alles wat in tier 1 rijdt, hou ik niet bij. De guy ahead is just in 105.57. Dat maakt ook niet uit, als het maar lachen is. Zo is dat. Sector 3 is 1.7 seconds off the pace. Aha, eindelijk een eerste keer een goede. Oké, okay, Mark, 5 minutes of fuel remaining, 5 minutes. Nou, de rest nog. Sector 1 is 0.6 off the pace. Tweede bocht. Nee. Shit. In Valet, René? Nee, niet in Valet, okay. Maar te wijd. The guy ahead's last lap time is a 106.00. Come on, come on, come on, come on. Laatste poging. Dat was wel te wijd. Godverdomme, maar ja. Weerder. Sector 3 is 1.6. Ach, lekker, middenveld meer rijden met mij, René. Ach. Nou, hoe kan ik gewoon echt volledig uit de bocht hier? Ah, nee. You're out of track limits there. Zien jullie die zwarte streep en die witte streep aan de zijkant? Daar ongeveer. Kut, kut, kut. Ah, 3-10 in het groen en dan. Zeg het Peter, zeg het! Oh. Het komt op YouTube, Peter, je kunt het. Damn it. Is toch niet geschikt voor kinderen in mijn video? Nooit. Kom, laatste rondje, gaan, gaan, gaan. Nee, qualifying complete. Als we nu de lijn over gaan, is het voorbij. Ah, oh, oh ja, dat is waar. Ah. Dat is jammer, Peter. Ah, dat was jammer. Maar ja, goed. Ja, volgende week gaan we iets makkelijkers doen. Formule A. Oh, shit. Dat hebben we lang niet meer gedaan, Formule A. Zou dat nog kunnen? Ik denk het niet. Ja, ja, jawel. Moet alleen even nog weer die knopjes met DRS en dat soort dingen weer afkomen. Oh ja. 14, 15 minutes. Pitstrategie, ready. Pitstrategie, clear, ready. Aha, zit er net zo leuk wordt als die vorige. Mijn laatste, want ik ga zelfs bijna in. Morgen moet ik weer aanwezig zijn. Ja, no, me too. Ik zal maar niks zeggen, zeker. Motherfucker. Ik hoorde ik ook nog... Oh nee, ik heb vorige week vakantie gehad, soort. Oh man. Zeg jongens, alstublieft, hè. Dat is vermoeiend, hoor. Dat wezen. 15 minutes. You'll need to get on with this. Okay, Mark. Get ready. Go. Oh, daar gaat er een, twee dwars. Right side. Clear right. Good work on the start, mate. This is great. Oh, daar knalde er iets mee op. Oh, René, ik zit de vlag achter, jongen. Een mooie start gemaakt, René. Ja, er waren een paar tegen elkaar opgeklapperd daar.
En ik liet hem echt stolen weer. Zou je moeten doen nog een Clio Cup bijhouden? Ja, hem zo het gaat. Oké, okay, Mark. Oh, ik val. Lap times. Just hit each and every apex. B12. Kodiak gaat op zijn kant. Ik zie dat de hele tijd zie ik iemand in mijn beeld. Met gigantische luik. Ja, precies, dat zie ik ook. The leader has just done a 104.21. Jezus Christus, hij wordt helemaal gek van die lijk van die ene. Af en toe lijkt hij net dwars door beeld te komen. B12. Ja, toch 14 man. Gap in front is increasing. It's now 2.4 seconds. Komt mijn eerste penalty. Nou, ik heb er ook alleen hoor. On your right. Ah, krijg ik een cliff. Oké. Still there. Oei. Come on, Mark. Keep pushing. We might get him back. Sorry. Oei, de stukken vliegen in het rond hier. Ja, ik ben van de baan geduwd. Niet helemaal. De schuld van een ander, maar... Car right. Hold your line. Meer schade als ik, zo te zien. Hold your line. Clear right. Come on, mate. Defend your position. B13. You're outside track limits there. The car behind is pitting. 10 minutes remaining, 10 minutes. Come on, let's put this hard work to good use. Laat hem lekker voorrijden. Ah, zonde. Incident in Beckett's. Je zit me wel lekker in de weg, die... a little bit. Nou, dan zal ik wel geen vriendjes horen met die Yamaha magnet of zoiets. Ooh!
een half 16e, 17e na de eerste bocht. Yes. B11. The gap behind is now 1.3 seconds. Ik krijg alweer hier, godverdomme. Dat dacht ik al. Ik krijg er altijd een time panel. Ja, dan ga ik het zand in. Zonde. Kom maar binnen. De binnenkant houden. Oh, jongens. Waarom krijg je er 2 nou? Dat is niet eerlijk. Sorry? Ik krijg nou 2 seconden straf. Oh. Ik krijg 5 seconden. Ik krijg 10 seconden achter jou. Of 12. De auto is goed genoeg, maar toch flink beschadigd. Dus het zal wel wat impact hebben. Halfway home. Fuel looks good. En weer een time penalty. Wat een handigheid. Kom maar rechts voorbij. The gap ahead is now 1.8. Mis van pace. Hè, was ik jullie twee net voorbij, doe ik dit. Godverdomme. Het is allemaal omdat ik weer aan Mark's moeder aan het denken ben, hè? Ik denk nooit aan uw moeder. Oh, nee, ik ga zwijgen. Mooi tempo, maar. Het is zo mooi om 3 bedure boys bij elkaar te zien, hè? Ja. Ietsje meer vaart maken, want Ah ja, dat is de oplossing. Je moet gewoon ietsjes meer vaart maken. Okay. Yes, is dat. Gij zet er. Nee, dat betelde mij na 3 jaar pas. Oh, sorry Cliff. Bijna raak. That's 5 minutes to go, 5 minutes. Increased. It's now about 3.7.
moeite doen om Mark voor te blijven, man. Nee hoor. Jawel, ik heb 2 seconden penalty, ga je niks. Trust me. Als ik, wat ik allemaal doe met Pols en Ma, had ik 100 seconden penalty gekregen. En hij blijft ook bezig, hè. Als ik overdrijf, moet ik maar zeggen, doe ik er nog een schepje bovenop, hè. Maar ik voor mij gaat eindigen. Stop hoor. Leefde de spannend, jongen. Goed gereden, Cliff. Wat was dat voor een geluid? Ja, dat ging niet goed. Sorry, Cliff. My bad. Kom maar. Het Cliff een plek gekost. Sorry. Half your fuel left. Just 2 minutes left, 2 minutes to go. Moet die Gaillard die voor blijven, want anders dan die heeft geen time penalty. Time was 106.40. That's your best lap in this session. I think we'd have effect on my mark for the line. The leader's just done a 103.88. Snelheid, hij komt niet boven, niet verder dan de vijfde snelheid. Oh, sector 1 is 0.9, off the pace. Mijn linkerband is helemaal geel. Ik denk dat Mark voor me gaat eindigen. Ja, Cliff kreeg nog een penalty bij, dus het was geluk. P6. Wat? Ah, maak nog een fout ook. Ah, het is voor u, Mark. Deze. Dank u. P6, meer.
P13. P12. Okay, it's over. Number B, Jay. Ja, precies dat. Ja, mooi hè, René. Ja. Het gaat lekker daar bij jullie bij elkaar. Ja, het was ook met Cliff en die Gagliardi was het wel even spannend. En met René in het begin ook. Was het tegen Gerald de KRE of zo? Ja, denk het wel binnen tijdelijk gepieten. En... Oh, ja, dat mijn filmpje is gestopt. Oké, dan stop ik mijn filmpje ook.